Nou zie ik u niet meer, maar dat geeft niks. Is die hier duidelijk dat waar, tot waar het kan? Is dat tot hier? Even kijken. Ja, en dan gaan we hier helemaal aan het begin beginnen. Bij aan den, dat vind ik wel mooi zo. Is dat, of is dat onzin? Nou, nee? Ik zou gewoon zo beginnen. Je wilt toch nieuwe lezers? Ja. En tot hier? Tot hier? Tot het eerste streepje, ja. Ja. Maar gewoon midden in de zin stoppen dan? Nou, dat is geen... Ja, dat is... Ja, ja, ja. Nee, maar gewoon... Want het is toch niet... Ik heb... Ja, dat is gewoon... Is dat midden... Zin daarvoor stoppen. Tot zag is dat hier, toch? Hier, en, tot dit streepje. Oh, ja, zou ja. zeggen ze. En psyche... En dit spreek is psyche, hè? Dit is in. Even kijken of ik alle woorden goed kan uitspreken. Roze vond, velutine... Oh, ik word meteen heel moeilijk. Gesnoer en keten, nou, weet je wel. Hij loopt al, hoor. Oh ja, ook sorry. Er zijn altijd mensen op Den Haag die je dan op de vingers tikken en zeggen... Goed, u heeft goed geleerd. Het is des einde, niet des einde dus. Gewoon in hoofdstuk 1. 1. Men verdrong zich in de tot kleedkamer gerichte eetzaal. Voor een psyche stond Frederik van Erlevoort. Met loshangende haren, zeer bleek onder een dunne laag poederende ries. De wenkbrauwen als door een enkele penseelstreek zwarter getint. Haast je dan toch, Paul, we komen nooit klaar, zeiden ze. Een weinig ongeduldig, met een blik op de pendule. Voor haar knielde Paul van Raad en zijn vingers plooiden een lange, ijle sluier van goud en karmozijn als een draperie om haar middel. De stof wolkte op het roze vont van haar onderkleed. Haar hals en armen waren sneeuwwit van de velutine, vrijgelaten en flonkerden in de glans van door elkander gestrengelde snoeren en ketenen. Oh, wat een tocht. Houd toch die deur dicht, Dien, gilde Paul een oude meid na, die bevracht met enige japonnen de kamer verliet. Door de opengelaten deur zag men gasten, gerokte heren en lichtgeklede dames. Zij begaven zich langs de aralia's en palmen van de corridor naar de grote suite. Zij glimlachte om de oude meid en wierp een steelse blik naar binnen. Alles schaterde om die verrassing, die blik achter de coulissen. Alleen Frederik bleef ernstig in het bewustzijn dat zij de waardigheid eener antieke vorstin had op te houden. Haast je toch, Paul, sprak zij bijna smekend. Het is al over 8:30. Ja, ja, Freddy, wees maar niet bang. Je bent al klaar, antwoordde hij. En handig schikte hij enige juwelen tussen de gazige plooien haar draperie. Klaar? Vroegen Marie en Lily Verstraeten uit de kamer komende, waar de estrade was opgeslagen, een geheimzinnige verhevendheid als uitgewist in een half duister. Klaar, antwoordde Paul. En nu, alsjeblieft, kalmte, vervolgde hij, terwijl hij zijn stem verhief en gebiedend in het rond zag.